dat het college ontzettend blij is dat zowel Kees Smit, als ik het zo mag zeggen, en Bakker Deenten, twee echte Almeloze bedrijven, al langjarig in Almelo, dat die de eerste twee rotondes adopteren en dat in combinatie met het AOC, in combinatie met gewoon jonge mensen. En hier zie je dat echt mooi onderwijs, bedrijfsleven en gemeente elkaar vinden op een rotonde. Hoe kun je het nog beeldende krijgen? Elke afslag is een goede afslag. Maar deze twee rotondes is net een klein stukje verlengde. Wat we eigenlijk graag willen is dat je in de buurt van deze groene school komt. Dat je al denkt van, hé, wat is hier aan de hand? Wat is het hier mooi groen? Wat is het hier, wat valt ons eigenlijk op? In ons droombeeld eigenlijk zou die Bonnenbroekse straat zo eigenlijk in groen alleen moeten zijn richting het centrum van Almelo, waar je lekker op je fiets door het groen kunt dwalen. En nou, als we nou elke keer die droom met een stapje voor stapje willen verwezenlijken, zeg maar, dan zijn die twee rotondes is daar al een prachtig mooie stap in. Wij studeren aan het AOC in Almelo en vorig jaar zijn een bepaalde groep van studenten zijn begonnen hier met het project hier. En eigenlijk de bedrijven hier die omheen zitten, die willen eigenlijk meer uitstraling bij de rotondes hebben. En de bedrijven hebben eigenlijk de gemeente gevraagd of ze een rotonde kunnen adapteren. Dat nemen ze dan in onderhoud en zorgen ervoor dat het dan ook groen blijft en mooi is. Dit is geen afstudeeropdracht, wij studeren eigenlijk voor werk voorbereiden. En dit is eigenlijk dat wij proberen het project op te starten. En eigenlijk aan te sturen zodat de leerlingen onder ons eigenlijk dit kunnen uitvoeren. En wij zorgen voor de leidinggevende dat alles goed verloopt volgens de planning. En dat de financiën ook natuurlijk goed zijn. Op een ronde rotonde, op een ronde rotonde rijd ik rond.